Maar als je jezelf de vraag stelt, moeten we dan maar doorgaan zoals we altijd hebben gedaan? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ooit een verhaal hier in Haag bij EY, in Hofstad lezen, in geen verandermanagement. En je hebt altijd weerstand als je wilt veranderen. En als je die weerstand krijgt, dan moet je de vraag stellen van, kunt het ook niet doen. Kunt ook laten. Nee, maar er is geen alternatief. En dan zegt iedereen, dat kan ook niet. Ja. Nee, die circulaire economie, die gaat er komen. We moeten alleen met elkaar de vraag beantwoorden. Hoe gaan we het inrichten? Hoe richten we de processen in? Ik ben ervan overtuigd dat je de juiste dynamiek moet organiseren. Dat je soms ook wet- en regelgeving nodig hebt. Dat de wereldleiders moeten opstaan.